En super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een shopvlog voor jullie. Als je de vlog van vorige week hebt gezien, dan heb je kunnen zien dat ik met mijn zusje ben wezen winkelen. En daar heb ik aardig wat leuke dingetjes gekocht. En het was eigenlijk wel voldoende voor een shopvlog. Ik heb een redelijke tas vol. En ik ben bij verschillende winkels geweest. Ik ben bij Big Bazaar geweest, Action, Kruidvat en Trekpleister. Daar heb ik spullen gekocht. Ik ga het gewoon eventjes laten zien wat ik heb gekocht. Omdat ik zelf shoplogs altijd heel erg leuk vind. En jullie volgens mij ook. Dus als je benieuwd bent naar de producten die ik heb gekocht, kijk dan zeker eventjes gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met de spulletjes van Big Bazaar. De prijzen van de producten die zet ik even in beeld, want ik heb de bonnetjes zo niet bij de hand. Maar die staan gewoon naast de producten zo meteen die ik ga laten zien. Dus bij Big Bazaar kocht ik een shampoo. Ik heb altijd de Dove Intensive Repair shampoo. En die kun je gewoon bij Big Bazaar voor een stuk goedkoper kopen als bij de gewone drogist. Dus ik heb weer eventjes een nieuwe gehaald, zodat ik gewoon weer even op voorraad heb, eentje. Dan kocht ik ook de Intensive Repair Conditioner. Bijpassend bij de shampoo. En ja, ik vind het gewoon fijn om ook deze gewoon op voorraad te hebben. Want shampoo en conditioner gaat bij mij gewoon heel erg hard. En dan kocht ik bij Big Bazaar ook nog een ijslepel. Van de week heb ik een bak ijs gekocht. Maar ik had eigenlijk helemaal geen lepel om ijsbolletjes te scheppen. En toen kwam ik deze tegen. En ik dacht, nou, volgens mij ziet deze er wel goed uit. Ik was met mijn zusje, dus ik vroeg ook aan haar, zou dit wat zijn? Toen zei zij, ja, die is heel erg goed. Want die had zij zelf ook. Dus ja, deze ijslepel, deze hier kun je gewoon echt van die bolletjes mee scheppen. Dus ik ben benieuwd of het mooie bolletjes gaan worden met deze ijslepel. Bij het Kruidvat kocht ik deze lightning kabel. Oftewel gewoon een nieuwe oplaadkabel voor mijn iPhone. Ik heb heel erg zitten twijfelen of dat ik een originele wilde gaan kopen. Of dat ik gewoon eentje van het Kruidvat zou proberen. Mijn zusje die zei nou, die van het Kruidvat zijn hartstikke goed. Ik weet dat Action ook kabels verkoopt. Maar daar heb ik gewoon iets minder goede ervaring mee. Dus ik kocht een kabel van het Kruidvat. Deze is ook een officieel Apple certified. Dus ja, ik heb gewoon voor een witte gekozen. Want ja, ik vond de kabels nog best wel aan de prijs, als ik heel eerlijk ben. Tuurlijk, als je het vergelijkt met de prijs wat je voor een originele kabel betaalt, is het een stuk goedkoper. Maar ja, hij is 2 meter lang, dus als hij mijn telefoon weer gaat opladen, is dat echt heel erg fijn. Ik heb hem overigens al wel geprobeerd, want het doosje is al open geweest. En tot nu toe herkent hij mijn iPhone gewoon en kan ik hem gewoon weer opladen. Dus dat is heel fijn. Bij Trekpleister kocht ik een tongschraper en ik heb de laatste tijd heel erg last van een witte aanslag op mijn tongen. Met de tandenborstel krijg je dat gewoon heel moeilijk weg en het ziet er gewoon heel vies uit. Dus ik dacht, dan moet ik een tongschraper proberen. Deze is gewoon van het merk Gum. Het was ook het enige merk dat ze hadden aan tongschrapers. Het was 1% gratis, dus ik heb er maar gewoon 2 genomen. Dan heb ik er eentje op voorraad. Ik weet niet hoe lang zo'n 1 meegaat, maar ja, heel prima, 2 voor de prijs van 1. En dan kocht ik van de Essence Limited Editie Next Stop Summer dit nagellakje. Deze is in de kleur 3, made for sunny days. Ik vond het wel heel leuk, dus dat stiekje aan met een roosje. En ook uit die collectie kocht ik een Sun Glow topcoat. Het ziet er wel heel erg leuk uit. Ik vind het altijd wel leuk, net zo'n extra effect wat hij op de nagels kan geven. En ja, ik denk dat dit wel heel erg leuk staat, ook met de zomer. Dus ja, een topcoat. Deze heeft de naam 01 Be Someone's Sunshine Today. Dan ga ik door met de spulletjes die ik bij de Action kocht. Allereerst kocht ik een maatvulling voor de potvreter. Ik heb een potvreter in mijn
kledingkast staan. En ja, daar moest weer een nieuwe vulling in. De andere vulling die was op. Dus ja, heel simpel gewoon een navulling voor die vochtreter dus. Dan kocht ik een nieuwe glascreamprotector. Ik had laatst al een glascreamprotector gekocht bij het Kruidvat. Maar ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk totaal niet te spreken over ben. Ik vind die van de Action veel fijner. Ze hadden hem nu ook weer voor mijn toestel. Dus dacht, ja, dan neem ik hem gewoon mee. Want dan heb ik weer een goede glascreamprotector erop die gewoon echt mooi zit. Dan kocht ik nieuwe stofzuigerzakken. Mijn stofzuigerzakken waren op en... Ja, zonder stofzuigerzakken wordt stofzuigen natuurlijk heel erg lastig. En ik dacht, ik ben nu bij de Action, dus ik neem alvast een nieuwe doos mee. Er zit nu wel net een nieuwe zak in, maar ja, die zijn best wel snel vol. Dus gewoon alvast weer even een nieuw pak met stofzuigerzakken. Dan kocht ik dit setje. En dit is een doosje met allemaal spulletjes om, ja... te naaien. Ze noemen het ook een naaisetje. Je hebt deze twee kleuren, groen en blauw. Ik vind blauw wel erg leuk. En op de achterkant zie je ook wat erin zit. Je hebt een schaartje, ik zie knopen, garen uiteraard, naaldjes, een torenmesje, een vingerhoedje lijkt het wel. Ik weet niet of dat zo is. Veiligheidsspeldjes. Hier heb je nog een aantal kleine garen en er zitten knopen in, een meetlint en dit dingetje weet ik niet. Maar het is wel een heel uitgebreid setje in een leuk opbergdoosje. En ja, ik had eigenlijk alleen losse garen. Dus ik dacht, vind ik dit wel een heel erg leuk setje. Dan kocht ik dit apparaat. En dit is een window wiper. Het is een 3-in-1 raamwisser. Waar je je spray in kunt doen. Ja, dan kun je nat spuiten met de spons. Dan kun je dus je raam mee wassen en droog trekken met de trekker. Ik vond het er heel erg handig uitzien. Of het werkt, dat weet ik niet. Maar ik vind ramen wassen altijd best wel een dingetje. En ik zag dit apparaatje. Ik denk, hé, dat ziet er wel heel erg handig uit. Je kunt dit ding er ook gewoon afhalen met klittenband. Dus die kun je ook gewoon wassen. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd of dit ja, gaat werken. Het ziet er in ieder geval heel handig uit. Dus ik ben hier heel blij mee. Dan kocht ik ook nog ha twee handdoeken en washandjes. Allereerst in een groen kleurtje, een beetje mintgroen. Ik vond dit er wel leuk uitzien. Ik vind die washandjes van de Action heel erg fijn en ze zijn goedkoop. Daar kocht ik ook een handdoekje bij. Ook in diezelfde mintgroene kleur. En ik kocht hem ook nog in een roze kleurtje. Ik weet niet wat voor roze dit is, of het zalmroze is, maar ik vond het er wel leuk uitzien. En daarbij uiteraard ook weer een bijpassende handdoek die ik kocht. Want ja, ik had gewoon nog eventjes wat handdoeken nodig en... Ja, ik had de vorige keer bij de Action al heel veel gekocht en deze vind ik heel erg fijn. Uiteraard wilde ik ook nog even langs de make-up afdeling bij de Action en daar kwam ik twee nieuwe producten tegen. Namelijk het Glow & Highlight paletten. Dit is een palette in een beetje een roze variant met wat zachtere kleuren. Ik vond dit er zo leuk uitzien. Ik ben dol op die producten van de Action, dus ik kon het ook niet laten om deze in mijn mandje te leggen. Ze hadden hem in twee varianten, dus ik kocht ook nog deze blauwe variant. En ik vind het wel leuk om dit gewoon eens te proberen. Van ja, wat doet het als je een blauwe highlighter bijvoorbeeld gebruikt? Dus ik vond dit wel leuk dat ze dit nieuw hadden, want eigenlijk hadden ze zo'n soort paletten nog niet. Dit is wel trouwens uit een andere serie. Dit is niet van Max & More, maar ik ben hier heel benieuwd naar, omdat ze er gewoon heel erg leuk uitzien. Dan was dit eigenlijk ook alweer de shoplog met de spulletjes die ik kocht. Ik had bij de Action eigenlijk nog wat andere spulletjes nodig, maar die hadden ze helaas op dat moment niet. Dus daar moet ik gewoon binnenkort eventjes voor terug. Ik wilde wat decoratiespulletjes halen, maar ze hadden net niet helemaal wat ik zocht. Er was ook best wel veel op. En ik wilde heel graag koffiemokjes hebben en die hadden ze ook niet, degene die ik het op het oog had. Dus ja, binnenkort moet ik gewoon weer terug en ja...
zo straf is dat natuurlijk ook niet, want het is altijd heel erg leuk om bij de Action even te snuffelen. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het was niet superveel dit keer, maar ik dacht het is toch wel leuk om even te laten zien welke spulletjes ik heb gekocht. Ik wil jullie voor nu heel erg bedanken voor het kijken. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn video's, kun je gratis abonneren op mijn kanaal. En als je deze video leuk vond, doe even een duimpje omhoog. En dan zie ik je bij de volgende video. Doeg!